Hallo allemaal. Vandaag ga ik dan eindelijk mijn eerste filmpje opnemen. Jullie wisten allemaal dat ik een camera had gekregen voor kerst. En ja, het duurde even voordat ik alles door had, hoe het allemaal werkte en zo. Maar vandaag ga ik er dan toch echt aan beginnen. Het leek me niet echt handig om nu gelijk een ingewikkelde nail art tutorial te doen. Want ik wil eerst nog even kijken hoe ik de camera het beste kan zetten en hoe alles het duidelijkste is. Dus ik laat gewoon even zien welke spulletjes ik gisteren heb geshopt bij het kruidvat. En ja, ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Ik heb dus alleen maar spulletjes van Catrice gekocht. Het was een leuke actie met dat het tweede voor de helft van de prijs was. En eigenlijk ging ik naar het kruidvat omdat ik wilde kijken of de nieuwe collectie van Essence er al lag. Maar die was er dus nog niet. En toen stond ik voor het schap van Catrice en toen zag ik dat die actie was. En toen zag ik dat ook nog alle lakjes die uit het assortiment gaan 50% al afgeprijsd waren. Dus ik heb ook nog een paar mooie oogschaduws meegenomen. Die gaan ook uit het assortiment. Die zal ik eerst laten zien. Dit kleurtje. Dit is mijn Souvenir for Moon. Ja, ik dacht eigenlijk dat ik deze allemaal nog niet had. Ik weet het niet zeker. Dus ik ga ze nog maar niet swatchen, want als ik ze al dubbel heb, dan zijn ze misschien ook leuk voor een winactie. Of voor een vriendin, of voor mijn moeder, of mijn zusje. Deze vind ik ook heel mooi. I love champagne. Echt een champagne kleurtje met hele mooie shimmers erin, zie je het? Heel mooi. Kijk. Deze vond ik ook super. The Noble Knights is dit. En ja, het is een beetje brons of zo, denk ik. Ja. Het is geen zilver, het is geen goud. Het zit er een beetje tussenin. Noble Knights. Die vond ik ook super mooi. En er lagen er nog twee van in het schap. En ik dacht, ik neem ze alle twee mee. Want dan kan ik er misschien nog een leuke winactie van maken. Of ik geef ze cadeau aan iemand. Ik dacht, want daar was dus ook, die waren normaal 2,79. Nu was het dan 50% korting. Dus dan waren ze 1,40. En dan ging van de tweede helft af. Dus dat was echt wel echt goedkoop. Toen stond ik ook nog te kijken naar de Hidden World collectie. Daar had ik vorige week al wat spulletjes van meegenomen. En ik had toen ook al deze Illuminating Base meegenomen. En ja, ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten. Maar ik ben hem nu een paar dagen aan het proberen. En ik vind hem echt heel erg fijn. Ja, het is een beetje een wittige shimmer ja, basiscreme. En die kun je onder je foundation aanbrengen. Je kan hem mengen met je foundation. Je kan hem ook plaatselijk op sommige plekjes in je gezicht aanbrengen waar je een beetje extra highlighting wil. Ja, ik vind hem echt super. En ik had zoiets al van Clarins. Maar ja, zo'n klein tubeltje kost echt hartstikke duur. En die werkt ook prima hoor. Maar ja, als je hem dan gewoon in een budget variant kan vinden, dan is dat natuurlijk nog leuker. Dus ze kosten eigenlijk 4 euro per stuk. En ja, nu was dus de tweede was voor de helft, dus was voor 2 euro. Dus ja, 2 voor 6. Ik denk ja, ik neem. En er waren de laatste twee in het schap. Ik denk, ik neem ze gewoon allebei mee. Ik wou sowieso één backup hebben. Omdat ja, die ene heb ik nou al gebruikt. Ik dacht, nou, mocht die opgaan, heb ik in ieder geval nog een reserve. Ja, en die andere. Kijken wat ik ermee doe. Ja, ik kon het gewoon niet laten om ze allebei mee te nemen. Dus verder heb ik dan nog een aantal lakjes gekocht. Jullie konden deze week al zien dat ik een aantal lakjes. Of wilde een aantal lakjes uit het assortiment gaan. De meeste heb ik eigenlijk al wel. Er waren er 5 die ik nog niet had. Ja, jullie zien er hier 4 staan. Dus die ene moet ik eigenlijk nog gaan halen. Dus de laatste van de collectie die ik dan nog mis, dat is I'm a Star. Het is een beetje goudgroenig lakje. Met ja, ook wel mooie shimmer erin. Ja, waarom ik die niet meegenomen heb, weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat is dus de enige die ik nog mis. Verder heb ik Sir Yes Sir meegenomen. Een hele mooie lege groene kleur. Heel mooi. Ik heb hem ook al vaak vast gehad, maar waarom ik hem niet meegenomen heb, weet ik ook niet. Plum Play With Me. Een hele mooie donkerpaarse. Ja. Donkerpaars lakje. Echt wel een mooie kleur. Yes. Dit is Lucky in Lilac. Eigenlijk een beetje zo'nzelfde soort kleurtje, maar dan een stuk lichter. Heel mooi. Ja, ik vind het wel. Ik vond ze nooit echt zo heel interessant, denk ik. Ik weet niet waarom ik ze nooit meegenomen, maar toch vind ik het wel heel mooi. Deze kun je ook heel mooi gebruiken voor zo'n overloop met zo'n sponsje. Omdat die twee kleuren, ja, ze lijken gewoon een beetje op elkaar. En het is echt wel twee kleuren die mooi bij elkaar passen. Leuk voor een nail art. En dan Run Forest Run.
Ja, dit kleurtje heb ik ook al heel vaak vast gehad. Al heel veel over gelezen en gezien. Maar ja, omdat ik echt niet van groene lakjes hou, heb ik hem eigenlijk nooit meegenomen. Ja, nu was hij dan zo goedkoop. En ik wilde hem gewoon al heel lang hebben. Het is gewoon super leuk voor een nail art. Leuk voor de zomer. Ja, voor de kerst was die ook leuk. Maar ja, toen had ik hem natuurlijk nog niet. En dus ja, ik dacht, dit lakje moet ik nou dus echt meenemen. Dus dit waren de lakjes die ik nu nieuw gekocht heb. Toen heb ik ook nog deze lakjes gekocht. Want toen ik dus deze week vroeg van welke lakjes jullie zonde vonden dat ze uit het assortiment gingen. Of welke jullie nog graag wilden hebben. Toen werden eigenlijk deze het meest genoemd. Dus dit zijn ook allemaal lakjes die uit het assortiment gaan. Maar deze had ik al. Ik heb ze dus eigenlijk gekocht omdat ja, jullie daar het meest enthousiast over waren. En ik dacht, misschien zijn ze leuk voor een winactie, twitteractie of iets. Ik moet nog even bedenken wat ik ermee ga doen. Maar ik wilde wel iets leuks mee gaan doen. Dus dit is Miss Piggy Reloaded. Nou, daar heeft iedereen het natuurlijk wel over gehad. En iedereen vindt het een mooie kleur. Het is echt een super mooie roze kleur. Met shimmers. Ik had hem van de week ook al vergeleken met het lakje uit de Hidden World collectie van Catrice. Lijkt die best wel veel op qua glitters en qua soort kleur. Maar het is wel een andere kleur, hoor. Dit is In the Bronx. Echt een hele mooie kleur. Die heb ik met kerst gebruikt. En ik was er echt helemaal weg van. Het is een beetje, ja, heel donker goud. Het is echt wel goud. En mijn Blue or Green. Een mooi pastelkleurtje. Leuk voor de zomer. Dus ja, zonder dat hij eruit gaat. Wel leuk. Iron Man Maiden. Ook een super mooie kleur. Maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik hem altijd in het flesje mooier vind dan op je nagels. Kijk, hij ziet er super mooi uit. Maar op je nagels moet je echt al wel drie laagjes aanbrengen. En dan nog komt die glans niet zo mooi over als in het flesje, vind ik. Maar wel een super mooi kleurtje. En dit is Purpleized. Ook een hele mooie kleur. Een beetje, ja, paars, zilver. Heel mooi. Dus deze kleurtjes wil ik dan ook wel iets mee gaan doen voor een win- of een Twitteractie, denk ik. Zal ik dan ook nog gelijk even de laatste andere lakjes zien die uit het assortiment gaan. Die heb ik hier ook staan. Dan heb je ze gelijk allemaal gezien. Dit is Forget Me Not. Die staat vandaag op de site. En op de foto's kun je heel slecht zien, ja, hij lijkt blauw, maar hij is dus echt paars. Kijk, maar je ziet dat er dus blauwe shimmers in zitten en zilver. En ik heb hem in het zonnetje op de foto gezet en ik dacht, dan zie je de shimmers mooi, maar dan verandert hij dus ook echt van kleur. Hij is dus, ja, daar lijkt hij blauw, maar hij is dus echt paars. San Francisco, mooi, ja, zandgelig kleurtje, ook heel mooi. Let's Move On. Beetje roze-paarsig. I wear my sunglasses at night. Een zwarte kleur met heel veel verschillende kleuren glitters. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, daar. Blauw, roze, paars, een beetje groenig. Ja, ik weet niet wat er met het flesje gebeurd is, maar er zit een hele rare waas overheen. Ik weet het niet wat het is. Dan heeft dit lakje ook. Ik weet niet of ik ze per ongeluk in de nagel remover heb laten vallen of zo. Maar dit is Blues Brothers Volume 2. Ook een hele mooie kleur. Het is eigenlijk wel een van mijn favorieten. Donkerblauw. Met mooie glitters. Ook heel leuk. Snow Motion. Een mooie dekkende witte kleur. Ideaal voor nail arts. Want je kan hem kan er heel mooie stipjes of kleine dingetjes mee zetten. Ook heel mooi. Back to Black. Een heel mooi donkergrijze kleur. Deze wil ik nog wel van de week eventjes swatchen op mijn nagels. Die kunnen jullie nog verwachten. En Jade is Not My Name. Nu heb je eigenlijk alle lakjes gezien die uit het assortiment gaan. Behalve I'm a Star. En dat is ja, een beetje een groen-goud lakje. Ook heel mooi. Nou, ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden om te zien. Heb je nog verzoekjes voor leuke filmpjes? Laat het me zeker even weten. Want daar ga ik absoluut mijn best voor doen. En tot de volgende keer.